Welkom bij deze nieuwe aflevering van Aardgas Update. Vandaag helemaal over draagvlak voor energievernieuwingen. Een thema dat centraal stond op het Nogepa-symposium in het Haagse Museum. Willen we met z'n allen nog wel meer windparken? Meer gasopslag? Nieuwe gasvoorraden winnen? De industrie moet af van het idee dat we tot in de oneindigheid olie en gas kunnen blijven gebruiken. Nou, het imago van de sector valt te verbeteren. Zijn we echt wel elkaar eens? Ik denk dat we een groot probleem hebben als zij dat imago niet een beetje kunnen verbeteren. Voordat je gaat communiceren over het project, moet je eigenlijk zorgen dat je relatie met de burger goed is. We kunnen niet, in feite niet kiezen. Dus dat moeten we eerst duidelijk maken aan de bevolking. Mensen hebben over het algemeen weinig vertrouwen in de overheden en ook minder vertrouwen in bedrijven. Denk eens even heel goed na hoe je later herinnerd wil worden. Het is een kwestie van geloven. En geloven, daarvoor moet je mensen vertrouwen. We moeten niet te makkelijk denken, we leggen het wel een keer uit en dan wordt het wel geaccepteerd. Een ding wat je zeer zeker niet moet doen, is de burger en de maatschappij onderschatten. De olie- en gasindustrie erkent dat we op weg zijn naar een duurzame toekomst en dat wij daarbij kunnen helpen. Het gaat allemaal om dialoog. Hè? Dus je moet op zoek gaan naar, je moet praten met mensen. De energiemarkt in ons land is volop in beweging. Maar niet alles gaat geruisloos. De tijd dat we graag ruim baan maakten voor de winning van aardgas lijkt voorbij. Maar er is ook weerstand tegen meer windparken. Kolencentrales, CO2-opslag, ondergrondse gasopslag en boren naar schaliegas. Weerstand. En de verklaring? Een verklaring die veel gebruikt wordt is dat mensen steeds meer toegang hebben tot informatie en kennis via internet. En zich bijvoorbeeld ook makkelijker organiseren via social media. En op die manier ontstaat er dus makkelijker, zou je kunnen zeggen, oppositie of een georganiseerde tegenstem. Mensen die initiatief nemen tot energieprojecten zijn soms zelfs zo overtuigd van het positieve daarvan dat ze de stap om het goed uit te leggen van tevoren, wat gebeurt er en waarom, dat ze die wel eens overslaan. En dan stuit je op weerstand. De bankiers graaien, ze zien de managers in de zorgsector graaien. De huizenbouwers, de woningbouwcorporaties die aan alle kanten graaien en bonussen opstrijken. En dat helpt natuurlijk niet mee. En als dan de gasindustrie ook nog eens, gas- en olieindustrie ook nog eens komt met we gaan onder uw woning gas opslaan of we gaan boren naar schaliegas waardoor de hele landschap vernietigt. Ja, in wiens belang werken die grote jongens dan nog? En ja, mensen worden daar onrustig van, dat kan me dat heel goed voorstellen. Draagvlak hangt heel erg af van de mate waarin een activiteit voor- of nadelen heeft. En naarmate men meer vindt dat er nadelen aan verbonden zijn, dan neemt het draagvlak af. Men denkt eigenlijk altijd van, ja, het kan vast ook nog wel ergens anders. Of het kan vast ook nog wel schoner of zonder al die installaties. En ja, daar zijn we ook heel vaak toe in staat gebleken om dat te doen. Dus als je toch tot de conclusie komt, maar nu moet het echt hier, op deze manier, ja, dan zijn mensen daar niet snel van te overtuigen. Je ziet vooral dat mensen zich afzetten tegen projecten in hun eigen omgeving en tegen projecten waarvan ze het nut niet zien. Het niet heel erg duidelijk is voor hen wat nou de voordelen zijn van een project als CO2-opslag of als het winnen van schaliegas. Je zult zien dat mensen dan denken van ja, ik kan wel weer steun geven aan een nieuw gasproject bij mij in de achtertuin. Maar ik wil eigenlijk wel eerst eens wat meer voortgang zien op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Dat speelt althans voor een deel van onze achterban en van de bevolking een belangrijke rol. Uit heel veel onderzoek is gebleken dat waarom mensen tegen zijn vaak niet eens zozeer te maken heeft met het feit dat windmolenpark er bijvoorbeeld komt, maar het feit dat zij niet tijdig geïnformeerd zijn of niet betrokken zijn, of dat zij geen stem hebben in de manier waarop dit project ten uitvoering wordt gebracht. En als er iets is waar de overheid de laatste jaren slecht in is geweest, dan is het uitleggen waarom een bepaald project nou zo broodnodig is. Dus het probleem in Nederland is dat onze overheid zichzacht, wisselend signalen afgeeft. En dan gaan ook burgers die eigenlijk schone energie willen op enig moment met de hak in het zand. Ja, weerstand tegen grootschalige energieprojecten in Nederland. Ja, kan je natuurlijk heel somber over zijn. Je kan ook zeggen, het wordt tijd dat we daar nou eens gezamenlijk industrie en overheid wat aan doen. Een grondige analyse van de oorzaak van draagvlakvermindering lijkt dus hard nodig. Vraag is ook, wat moet je wel doen? En wat moet je zeker niet doen? Dat en meer in de andere items van deze aflevering van Aardgas Update.